Je had het natuurlijk ook al met Little Klein, hè? Jullie waren allebei bekend, nu weer twee bekende mensen. Ja. Lastig. Ja. Maar was dat bijvoorbeeld bij jou en Jorik ook het probleem dat het zo in de spotlight stond? Ja, het was wel lastig, omdat eigenlijk wij hadden allebei toen heel erg een groei. Mm-hmm. Ik met mijn kanaal en hij met zijn muziek. En daar verander je denk ik ook wel een beetje door. En hij viel ook voor de verleidingen van de roem natuurlijk. Hè? Ja, dat je krijgt allemaal leuke meiden op en je af. En op een gegeven moment, ja, dat wordt dan weer gefilmd en naar mij gestuurd. En dan, ja, weet je, zo normaal gesproken zou dat dan waarschijnlijk niet naar mij gestuurd worden. Zo. Nee. Ja, aan de andere kant weet je het wel. Ja, aan de andere kant weet je het wel. Beter laat dan nooit. Ja. Ja. Maar wel vervelend inderdaad. Ja. Heb je nog wel leuk contact met hem? Nee. Oké.